We vinden jou een held. Een held? Ja. Wauw. Alsjeblieft. Hoi hoi. Leuk dat je naar mijn video kijkt. Het is een beetje fel, dus ik zet mijn zonnebril er even bij op. Wel echt heerlijk dat zonnetje. Voorjaar in de lucht. Ik ben op dit moment bij het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. En daar is ook het brandwondencentrum gevestigd. Als het goed is kun je dat hier lezen. En ik ga vandaag een hele leuke actie doen. Ik mag een award uitreiken aan een van de professionals. Omdat hij, nou ja, super goed werk doet. En ik neem jou gewoon even mee. En eigenlijk is het een beetje extra spannend. Want het wordt ook gefilmd door de televisie. Dus ik doe mee aan het programma Helden van Nu. Waarbij dus mensen in het zonnetje worden gezet. Hallo. Hallo. Kom ik in de vlog? Ja, heel graag. Kijk. Wat ben je voor aan het vloggen? Ik ga vandaag een award overhandigen. Oh, ben jij dat? Dat ben ik. Ik heb hem bij me. Nou. Jij gaat me helpen? Ja, heel graag. Ah, oké. Nou ja, ik denk, nu vallen de puzzelstukjes voor mij ook even op zijn plek. Ja. Oh, ik sta nog even achter de schermen. Bloemen. En de blikvanger award voor Ilse. Ze werkt hier als brandwondenverpleegkundige hier in het brandwondencentrum in Rotterdam. Ze is ook de drijvende kracht achter het expertisecentrum. Kijk, hier sta ik al met de crew. Dit is Kevin. Die gaat mij zo daar allemaal hele moeilijke vragen stellen. Ik mag vandaag dus de blikvanger award uitreiken. Dat is een hele mooie prijs vanuit de brandwondenzorg Nederland. En die staat voor talentontwikkeling. Hij is bedoeld als beloning voor een professional die opvalt. Deze award gaat naar Ilse Kattenstaart. Want zij is de drijvende kracht achter een expertisecentrum. Waarin het brandhondencentrum en een thuiszorgorganisatie samenwerken om brandhonden thuis te laten verzorgen. Simpel uitgelegd, Ilse traint dus gespecialiseerde thuiszorgmedewerkers om die wondverzorging thuis te kunnen doen bij de brandhondenpatiënten. En nou ja, dat houdt in dat ze dus minder lang in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar dat ze gewoon die verzorging thuis kunnen krijgen. Ja, dat is natuurlijk wel echt super fijn. We gaan nu Ilse overvallen. Spannend. Hallo. Hallo. Hoi. 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 Excuses dat we zo even komen binnenvallen. Jij weet ervan. Maar jij weet er niet van. Nee, helemaal niet. We vinden jou een held. Een held? Ja. Wauw. Alsjeblieft. Nou, ik heb Marjorie meegenomen, want we hebben namelijk nog een verrassing voor jou. Toch? Dat klopt. Maar die krijg je zo meteen in de koffiekamer. Wauw, spannend. Ik ben benieuwd. Ja. Nou, maak je de behandeling nog even rustig af? Ja, maar zeker. We zien je zo. Ja, is goed. Tot zo. Dankjewel. Jo. Hoi. Wat het voor jou betekent als je had kunnen herstellen thuis? Ja, ik denk heel veel. Ik heb toen 3 maanden in het ziekenhuis gelegen. Als dat verkort had kunnen worden naar 2 maanden... had het mij natuurlijk heel erg veel leed bespaard. Ja, precies. En sowieso, ja, mensen die nu een brandwond oplopen, is het natuurlijk heel erg heftig. Maar dan is de techniek wel al een stuk beter geworden. Ja, de techniek verbetert echt ieder jaar weer. En daar ben ik echt gewoon super blij mee. Dat het in ieder geval leed wordt verminderd voor de patiënten die het nu brandwond oplopen. Ja, mooi. Heb je al enig idee hoe je hem gaat uitreiken? Nee, nee, nog niet? Misschien Niels, tenminste, zou die nu ook toch iets gezelliger. Heel smooth. De vlogcamera loopt. Marjorie, aan jou het woord. Nou, heel graag. Lieve Ilse, ik mag jou een award uitreiken. Want wij vinden dat jij de afgelopen tijd jou ontzettend hebt ingezet om kwaliteit toe te voegen aan de Nederlandse brandwondenzorg. En daar zijn we ontzettend trots op. Dus ik wil hem je graag op deze manier overhandigen. Dankjewel. Anders krijg je er 3 zoenen bij. Ja. Nou, wel een applausje. Echt een heel groot applaus. Ja, dit is echt fantastisch ook echt dat ik dit gewonnen heb. Nou, nooit verwacht dat ik door mijn inzet een prijs verdien. Diep respect, niet alleen vanuit de brandhondenstichting, maar zeker ook van namens Zwentse Brandhonden voor al je goede werk. Ja. Nou, het zit erop. Alle shotjes zijn gemaakt. We zitten nog even op akkoord te wachten of we ook daadwerkelijk naar huis mogen. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om hier aan mee te werken. En Ilse was super verrast met een mooie prijs. Dus die zal vast een mooi plekje krijgen. Dankjewel voor het kijken naar mijn video. En tot de volgende keer. Doei doei!